is van tevoren. Olietrekken kan je doen met een echte, typische olietrek. Olietrekolie, dat klinkt nu raar. Dus je kunt dus gewoon met een biowinkel ook olie kopen met een zoetsmaak aan toegevoegd of een ander kruidige, dat iets minder olie is. En dat doe ik dan 's morgens in mijn douche. Dus, maar met dit kan je eigenlijk op een goedkope manier, want je hebt je pot toch al in je keuken of in je slaapkamer of in je garage staan. Dus hier kun je ook olie mee trekken. Wat doe je eigenlijk? Je neemt een lepeltje zo meteen in je mond. Waarom hebben jullie dat pakje? Ga ik ze niet zeggen. En je gaat eigenlijk, net zoals dat je aan tandenpoetsen zei, die olie door je mond laten gaan. Het is niet vies van smaak hoor, dus niet bang zijn van heel. Gaat dat tussen je tanden duwen en trekken. Dus eigenlijk gaat het duwen en trekken met die olie tussen je tanden. Gaat dat door heel je mond laten gaan en dat ongeveer 2 minuutjes. En dan spuugt het uit. Waarom spuugt het uit? Omdat de toxische stoffen in die olie gaan zitten. Dus je moet dat niet inzetten. Ik heb jullie allemaal een apart bakje, omdat normaal is het zo met z'n allen boven en hebben. Zo gelijk de cowboys, maar ik wil jullie dat niet aan, dus ik dacht, we gaan dat doen. Wilde dat niet doen, ook geen probleem hoor. Maar ik kan u wel het adviseren, het is echt een hele goede manier om je lichaam te reinigen. In het begin ga je misschien voelen dat je hebt een neiging om dat te slikken. Dat is heel raar. Je denkt dan, eten, oh, dat moet naar beneden. Dus je moet je eigen aanzetten, dat is echt een mindset om te blijven dat laten rond te draaien en te laten bewegen. En het is ook raar dat het eindelijk moet uitspuiten. Want dat is ook des mensens om het te willen inslikken. Dus ik stel voor, laten we ermee beginnen. Wat moeten we doen? Jawel, gewoon rond laten gaan. Niet gewoon vullen.